Ja, en ze zit er helemaal klaar voor, Rianne. Rianne, begin maar met jouw column. Dankjewel, Cor. Goedemorgen, luisteraars. Het is weer tijd voor het spirituele moment. En deze keer wil ik het graag hebben over de spirituele techniek van overgave. En ik moet eerlijk zeggen, overgave is zeker voor westerse mensen echt een heel moeilijk iets om te doen. Want het idee erachter is dat iemand anders het beter weet. En daar hebben we vrij veel moeite mee. En ook het idee dat we geen controle hebben over ons leven. En dat maakt het heel erg moeilijk. Voor veel mensen is het idee dat ons leven heel maakbaar is. Dat als je hard werkt, dan krijg je een goede baan. En dat als je goed je best doet, dan krijg je promotie. En als je leuk en lief en aardig bent, dan krijg je een partner. En het idee dat het niet altijd zo loopt, dat is voor veel mensen echt heel erg lastig. En dat zag ik ook vooral in de coronacrisis. Waarin mensen zeiden van, nou, het is toch eigenlijk heel oneerlijk. Ik heb niks misdaan en er gebeuren nu allemaal hele vervelende dingen. Maar ook nu in Nederland, waar we zoveel crisissen hebben, dat mensen zeggen van, ja, ik kom er niet aan een huis. En hoe oneerlijk is dat? En dat snap ik allemaal helemaal volledig. Maar als je kijkt vanuit spiritueel perspectief, is overgave eigenlijk een heel natuurlijk idee. Het idee is dat er een hogere macht bestaat. En of je die nou God, Allah, het universum, je hogere zelf, of wat dan ook zou willen noemen. En dat die hogere macht een beter idee heeft van wat er in ons leven hoort te gebeuren. En een beter plan heeft. Daar zag ik laatst ook een fantastisch filmpje toen ik op social media aan het kijken was. Van een mevrouw, twee vrouwen naast elkaar. En er stond boven, dit is hoe ik laat zien wat er gebeurt als ik denk beter te weten dan God. En die ene mevrouw die was deeg aan het rollen. Heel langzaam, want Gods plan gaat vaak langzamer dan je wil. En zij pakte hem zo over. Ze deed heel gauw heel veel meel op dat ding. En ze wil zo heel hard die deegroller neerzetten. Precies op het puntje van dat dienblad. En dat schiet zo omhoog. En ze krijgt zo haar hele gezicht vol met meel en het deeg. Dus ik moest er smakelijk om lachen. Maar het is inderdaad precies het beeld van hoe we dat doen. Dat we iets proberen te forceren. Dat we vinden dat het sneller moet gaan. En dat we dan met de gebakken peren zitten. Er is ook een heel mooi Jiddisch gezegde van man maakt man. Dus in dat geval in het Engels man bedoelen ze natuurlijk de mensheid. Hè? De mensheid maakt de plannen en God moet lachen. En dat merk ik inderdaad ook heel vaak. Dat ook soms zo echt kan voelen. Dat je alles helemaal op de rit lijkt te hebben. En dan op het laatste moment gaat het helemaal fout. En dat voelt inderdaad heel oneerlijk. En die controle loslaten en werk aan overgave is dus echt iets wat we dan behoorlijk moeten oefenen. En dat maakt het lastig, maar tegelijkertijd is het een heel belangrijk iets. Je ziet Oosters heel vaak dat overgave als iets heel natuurlijks wordt gezien. Je moet natuurlijk wel goed opletten aan wie je overgeeft. Je ziet daar bijvoorbeeld veel goeroes waar het heel normaal is om daar mantra's te doen of lessen te volgen bij een guru die jou dan vertelt hoe je het beste je leven kan leiden. Nou, dat kan natuurlijk ook tot afhankelijkheid leiden aan iemand die het toch niet het beste met je voor heeft. Zeker als je dan soms hoort dat je ook verteld wordt met wie je moet trouwen of wat je precies moet doen of wanneer je aan kinderen mag beginnen of mag proberen te beginnen. Dus overgave is ook iets wat zijn schaduwkant kent. Dus ik zeg altijd tegen mensen, bedenk goed of iemand inderdaad wel echt een hogere macht is boven jou. Of dat het gewoon heel makkelijk is om een ander te volgen zonder daarbij na te denken wat het met jou en jouw leven doet. Dat kun je ook in relaties zien. Heel traditioneel vroeger was het heel normaal dat de man was de baas. Maar die had ook niet altijd het beste voor met vrouw en kinderen. Dus dan is het ook gewoon goed om te kijken hoe je dat doet. Maar overgave is dus een heel goed ding om te doen. Je kan twee verschillende dingen doen. Je kan overgave geven van je plan. Dat je zegt van oké, dit is natuurlijk wat ik heel graag wil. Maar is me af te vragen, is dat wel het juiste plan voor mij? Laat ik dat overgeven en laat ik luisteren en kijken wat er in mijn leven gebeurt. Maar je kan ook, en dat is eigenlijk natuurlijk wat veel mensen doen als ze bidden, overgeven wat we allemaal aan troep hebben in ons leven. Dat we eigenlijk naar boven kunnen klagen over waar we ons allemaal zorgen over maken. Wat we allemaal vervelend vinden. Wat we zo graag anders zouden willen. En dan merk je ook dat als dat lukt, dat mensen zich een heel stuk bevrijd voelen. En dat is natuurlijk een heerlijk iets. Na het muziekje ga ik even praten over wat het verschil is tussen overgave, beoefenen en manifestatie. En natuurlijk ga ik wat overgave verhalen vertellen. Tot. Welkom terug luisteraars bij het spirituele moment. En vandaag gaat het over overgave.
Ik zal jullie vertellen over een aantal overgaveverhalen. Ik moet eerlijk zeggen, een paar jaar geleden gingen wij de huizenmarkt op om een huis te kopen. En toen was hij aardig overhit. Niet zo erg als nu, maar alsnog niet echt heel erg leuk. En we hadden eindelijk een huis gezien waar mijn man en ik tevreden over waren. En we gingen ons eerste bod doen, dus dat was natuurlijk heel spannend. En toen kregen we te horen dat we het niet waren geworden. En mijn man die was pislink en onze aankoopmakelaar zei... ja, ik heb zelfs nog geprobeerd of het zou worden als we het bod eventueel zouden verhogen. Maar hij verloren van mensen die dat contant huis konden betalen. Dus ik dacht, goh, ik hoop dat ik ook ooit in die categorie mensen gaan vallen. Maar ja, die mensen die het verkochten, die wilden natuurlijk 0,0 risico. Dus die dachten, hé, hier gaan we voor. Hoeven we ook niet te wachten of de hypotheek gaat werken of niet. Geen voorbehoud van financiering, heel fijn. Dat snapten wij ook. En mijn man die was pislink en die zei, het is zo oneerlijk. Hebben we eindelijk een huis gevonden die we mooi genoeg vinden. En willen we zelfs hoger bieden dan die andere mensen, krijgen we het nog niet. En ik was daar totaal zen in de overgave. En ik zei tegen hem, nou, dan was het gewoon ons huis niet. Dat hielp niet met zijn boosheid, wat jullie ongetwijfeld kunnen begrijpen. Want die controle over die eerlijkheid en hoe het zou moeten lopen is echt heel moeilijk los te laten. En nou, de dag daarna kwam ons huis opvunden. En ik zei tegen mijn man, volgens mij is dit ons huis. Het zat in een heel klein wijkje waar toevallig een half jaar eerder ook een woning te koop had gestaan. Toen waren we net begonnen met zoeken, dus dan hadden we niet heel hoog geboden. Maar in de tussentijd hadden we bijgespaard en het huis wat nu te koop kwam, dat was ook meer basic. Dus dat hielp ook mee, konden we makkelijker verbouwen. En mijn man die bleef natuurlijk kwaad en die wilde in de eerste instantie zelfs niet gaan bezichtigen. Terwijl ik zei, het ligt in onze preferente wijk, in de straat waar we heel graag willen wonen. Nou, uiteindelijk zijn we geweest, we hebben geboden en toen zei ik tegen hem van, nou, het huis is volgens mij helemaal van ons. En hij weet dat hij geen wetje met mij moet leggen, maar hij was nog steeds zo kwaad dat hij zegt, nee, ik ga echt pas de champagne open trekken op het moment dat er iets getekend is. En toen werden we dus inderdaad de volgende dag gebeld dat ons bod geaccepteerd was en dat we konden gaan tekenen. Ik moet eerlijk zeggen, we wonen er nu 4 jaar met heel veel plezier. Bijna iedereen die bij ons is komen werken heeft allemaal gezegd, goh, wat een ontzettend leuke wijk en wat een fantastische gezellige plek om te wonen. Dat vinden we ook nog steeds. En dan merk je dat als je die overgave kan doen, dat je jezelf heel wat boosheid en irritatie bespaart. En dat je ook open staat voor een betere keuze die langs kan komen. Maar het is ook gewoon logisch dat dat heel erg moeilijk kan zijn. Heel vaak is het zo dat je pad misschien wat langer loopt. Als je aan het solliciteren bent en een jaar daarna heb je nog niks gevonden, dan is het echt heel moeilijk om je te realiseren dat om het hoekje misschien er wel nog een plekje is. Een paar jaar geleden had ik ook iemand en die kwam bij mij voor iets anders en die zei, ik maak me zo zorgen over mijn zoon. Hij woont ergens en nou is zijn vriendin vrij plotseling zwanger. Zijn ze wel heel blij mee. Ze hebben er de leeftijd voor. Alleen dat gaat helemaal niet werken met waar ze wonen, want ze wonen nog apart van elkaar en elk op een studentenkamer. Nou zijn er heel veel mensen die misschien nu luisteren die denken, ik zou dolblij zijn met de studentenkamer, hoef ik in ieder geval niet meer bij pa en ma te wonen. Maar op het moment dat je 27, 28 bent, is dat toch natuurlijk helemaal niet leuk. Dus ze moesten op zoek naar een huurwoning. En vroeger kreeg je op heel veel manieren nog voorrang. Maar tegenwoordig is dat niet meer zo, want dan kunnen ze bijna 1/3 van de wachtlijst voorrang geven. Zo sneu is het met het woningtekort hier. En toen zei ik, je hebt maar 1 huis nodig, je hebt maar 1 kans nodig, geef het gewoon over, hè, vertrouw er gewoon op. En ze hebben inderdaad enorm geluk gehad, ze zijn ingelood, dat was hun plan. En nog beter dan dat ze ingelood werden ze ingelood op een appartementje op nog geen 10 minuten afstand van opa en oma in Wording. Dus die waren dolblij en die hebben de kids heel snel verhuisd. Dat zijn van die mooie verhalen dat als je blijft vertrouwen, dat dus echt wel heel snel ook de goede kant op kan gaan. En daarom is overgave ook iets wat ook heel veel hoop en vertrouwen geeft. Ook als je op dit moment niet krijgt of niet lijkt te krijgen waarvan jij denkt dat het beste is. Nou, vandaar dat mensen me ook heel vaak vragen, wat is dan het verschil tussen overgave en manifestatie? Eerder heb ik natuurlijk gesproken over manifestatie. En in manifestatie is een deel daarvan natuurlijk ook altijd overgave. Hè? Dat ik zeg, als je iets heel graag wil manifesteren, doe het dan in samenwerking met een hogere macht. En geef het ook over dat het op de manier kan manifesteren die het beste is. Maar met manifestatie ben je natuurlijk ook de hele tijd nog echt wel bezig met dingetjes doen en luisteren. En met overgave, hè, is het echt iets dat je denkt van, oké,
ik weet het echt niet beter dan de hogere macht en ik wacht gewoon. En zeker wachten is voor heel veel mensen gewoon een enorme lastige opgave om dat geduld te hebben. Maar als je mensen vraagt om terug te kijken, dan zien ze ook heel vaak dat plotselinge positieve veranderingen soms echt heel onverwachts kwamen. Dus dat je daar ook vaak prima op kan wachten, zeker als er verder niks anders te doen is. Daar heb ik ook een heel mooi verhaal over gehoord. Ik weet niet of het waar is. Het staat in een boek van een boeddhistische monnik die dat van iemand anders heeft gehoord. En het verhaal ging dat zij als legereenheid in de oerwoud zaten. En op een gegeven moment kwam de verkenner vertellen dat zij omsingeld waren. En daar hadden ze natuurlijk een enorm probleem, want ze konden zich daar niet uitvechten, want ze waren met z'n twaalfen. En daaromheen was een best behoorlijk groot stuk aan vijanden, want ze waren op ongeluk door de linie heen gestoten. Nou, kan gebeuren, dus wat doe je dan? Zij dachten allemaal, we gaan dramatisch proberen terug te trekken, of we gaan dramatisch proberen aan te vallen. En wat zei de commandant? We gaan hier zitten en thee drinken. Daar moest ik heel erg om lachen, want ik dacht, het was dan vast wel een Engelsman, want wie gaat er anders zitten en thee drinken? Ze hebben gezeten en thee gedronken. En terwijl zij daar vrij beschut zaten, is die vijandelijke linie zich gaan terugtrekken. Dus uiteindelijk hebben ze niet hoeven vluchten, niet hoeven vechten. En hebben ze het allemaal overleefd, omdat ze op dat moment gedaan hebben wat het beste was om te doen. Namelijk over te geven, thee te drinken en te wachten. En dat vond ik zo'n mooi verhaal, want wij zijn zo gewend om dingen te doen. Ik merk echt wel dat mensen altijd vragen, ja, maar wat kan ik dan doen? En alsof ze het idee hebben dat als ze iets doen, dat het dan sneller gaat of dat ze dan meer controle hebben. Maar ja, als je naar de natuur kijkt, ja, je moet ook wachten tot je bloemen gaan opkomen en je planten gaan groeien. En dan kun je tegen praten en je kan ze water geven, je kan ze mest geven. Er gaat allemaal niks veranderen. Als ze komen op, wanneer ze op moeten komen en niet eerder. Dus dat is iets goed om je te realiseren dat in overgave een heel groot gedeelte zit om te wachten, om er niet zelf mee bezig te zijn, om niet te kijken naar wat jij kan doen, maar gewoon te vertrouwen dat die kans dan voorbij komt. En als die kans er is, dan moet je wat gaan doen, maar niet daarvoor. Vind je nou leuk om wat meer te doen met overgave? Ik heb een Creating Joy video op het YouTube kanaal staan. En ook een manifestatiemeditatie. Als je zegt van ik wil die energie van overgave wat meer in mijn leven hebben. Dan ben je van harte welkom om die op het YouTube kanaal te kijken onder @flowofmiracles. Verder heb ik op 15 mei nog een healingavond ontvangen. Omdat ik merk dat veel mensen het heel moeilijk vinden om te ontvangen. Al is het zelfs maar zoiets kleins als een compliment. En zich daar heel erg ongemakkelijk bij voelen. Denk je, hé, dat herken ik of daar wil ik meer van weten. Binnenkort vind je het op de website. En dan kun je opgeven voor 15 mei tussen 8 en 10 uur 's avonds. En je mag me natuurlijk ook een mailtje sturen. Dus wil je een ander spiritueel onderwerp graag horen in de column. Of wil je je opgeven of zoek je meer informatie. Stuur me dan een e-mailtje naar info@flowofmiracles.nl of bel me op werkdagen tussen 7 en 8 's avonds op 06 10 52 13 51 en tot over 2 weken.